Een cultuur heeft heel veel gezichten en geluiden. En dat is ook het mooie ervan. Ik heb gasten aan tafel die ik niet ken. En waar ik ook nog nooit van gehoord heb. Maar dat gaat nu drastisch veranderen. Jeff Solo en Ofra Benen. Ja. En ze zijn DJ's in Rotterdam. In ja. een club. In ook. In ja. Operator. En, ja, en we hebben een online radiostation 3 jaar geleden opgericht. Dat heet Operator. Eigenlijk inmiddels een cultureel platform, mogen we wel noemen. Eigenlijk. Zeker. Ja, en daar zijn wij mee. Een platform, wat mag ik daaronder verstaan? Nou, radio is eigenlijk een heel oud medium natuurlijk. Ja. Maar het is heel tijdloos. En eigenlijk door middel van radio en internetradio zijn we heel erg vrij om te doen wat we willen. Ja. En werken we heel veel samen met musea, maar ook festivals zoals het Filmfestival bijvoorbeeld. Of ja. Noordzee Jazz. Dat soort dingen. Het is heel breed inzetbaar. En wij combineren eigenlijk livestream met podcasts bijvoorbeeld. Maar ook DJ-sets. Dus wat dat betreft komen er heel veel disciplines samen. En wij zetten ons heel erg in voor de culturele sector in Rotterdam. Omdat ja. we ons ook daar bevinden. Ja. 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 En als je de culturele sector in Rotterdam, voor zover jullie dat bestrijken, moet beschrijven. Geef mij eens een sfeerbeeld. Divers. Zeker. Veel theater, dans, heel veel muziek. Ook weinig poppodia eigenlijk, dat is jammer. Maar waardoor er juist heel veel mensen juist eigenlijk verplicht worden om juist dingen op te zetten en creatief te zijn. Omdat er weinig plekken zijn. En dan sla ik ook een brug naar de nachtcultuur eigenlijk. Ja. Dus ja, daardoor worden er heel veel juist dingen zelfstandig ondernomen. Dus ja. het is eigenlijk een voordeel dat er niet zoveel gevestigde Ziggo Domes en dat soort dingen zijn. Nee, dat is wel een leuke bijkomstigheid. Ja. En er zijn heel veel alternatieve geluiden. En die geven wij eigenlijk ja. een thuis bij het station. Er zijn heel veel jonge makers die bij ons terecht ja. kunnen. Ja. En ja, eigenlijk hun kwaliteit en kunsten kunnen laten zien. En, dat is ook een beetje het typerende van Rotterdam, heb ik altijd het gevoel. Een soort, ja, noemden wij vroeger hip. Ja. Maar dat is helemaal het woord niet meer natuurlijk. Maar dat er een soort sfeer hangt van veel avontuurlijker dan ja. mijn geliefde Amsterdam bijvoorbeeld. Ja. ja, het is ook een beetje niet lullen maar poetsen, aanpakken ook, zelf ja. doen. Heel erg do it yourself. Ja. Dat vind ik juist heel erg mooi aan Rotterdam. En ook de mensen daar die echt de aanpakkers zijn en dingen ondernemen. En ja, waardoor er heel veel toffe dingen... Is er een bloeiend nachtleven? Nou, dat was er wel. Dat was er. Ja, maar dat is ja. helaas nu natuurlijk. Maar voor de ja, oorlog? Zeker. Ja, ja. ja, heel divers. Echt heel veel verschillende mensen zeg maar, die samenkomen tijdens de avonden. Jong en oud. En ja, van allerlei kleuren, zeg maar. Dus dat is heel erg mooi om te zien in een stad als Rotterdam. En daar staan wij echt met het station ook heel ja. erg achter. Ja. ja. En toen werd het 12 maart, 13 maart. Ja. Wat gebeurde er precies? Wat waren jullie aan het doen? En wat gebeurde er? Ofra. Wat gebeurde er? Ja, in shock. Het begon natuurlijk met eerst inderdaad een beperking tot 100 man. En hoe ga je dat in een club doen? Ja, maar eventjes, ja. De persconferentie was er. Ja. Wat waren jullie daarvoor aan het opzetten, aan het doen? Wat was het plan voor dat weekend? Ja, wij hebben een studio waar gewoon elke dag programma plaatsvindt. Ja. Dus we hebben een zeecontainer, een echte Rotterdamse zeecontainer. Oh, ja? Daar is ja. Achter Centraal Station, daar bevindt ons een studio. En daar maken we elke dag programma. Dus elke uur komt daar een DJ, een maker. Ah, ja. Daar bevindt zich talks met ja, verschillende moderators. Ja, en op een gegeven moment dachten we, hoe gaan we dat doen? Op 1,5 meter afstand. Wat gebeurde er met jullie toen jullie hoorden van, jongens, blaas de hele boel maar af, gaan we dicht? Nou, ik zat eerst wel heel erg in zak en as, moet ik zeggen. Ja. Ook omdat wij met name, eigenlijk, ja, we bestaan nu 3 jaar. En we vonden dat heel erg mooi en dat wilden we bekronen met een binnenlandse clubtour. En die hadden wij eigenlijk in oktober hadden we die al helemaal opgezet en helemaal uitgedacht. En dat zou dan in april zou dat plaatsvinden. Zouden we 4 steden aandoen in Nederland. En dan zouden we zeg maar de laatste editie die zou plaatsvinden in Rotterdam. En dat zou dan ons 3-jarig bestaan zijn. Ja. En dus daar zat heel veel preproductie al in en heel veel voorwerk. Ja, en dat werd in 1 klap weggeveegd. Ja. En tevens alle festivals die we al zouden doen in de zomer. Ja. Ja, dus... Och, ja. Wij worden naast ja. het station ook veel gevraagd om podia ja. te cureren. Omdat we een bijzonder geluid hebben. Dat we festivals ja. werken met ons samen. Dus we hadden echt tot en met november, denk ik. We hadden elke week ja. hadden we wel iets te maken met een ja. festival.
Dus dat, en dat werd echt zo. Nu zijn we een paar maanden verder. Ja. Hoe is het? Hoe was het en hoe is het? Nou, met ons gaat het eigenlijk best wel goed, omdat wij streamen ook heel veel. Ja, net zoals vandaag natuurlijk. Dat is toch een beetje dan de toekomst of zo. Zo moeten we het wel een beetje zien. Ja. En dat is voor ons dan wel een voordeel. Dus wij kunnen nog wel werken en overleven. Alleen heel veel makers en DJ's die bij ons over de vloer komen, die hebben het echt ontzettend zwaar. Ja. En ik draai zelf ook nog ernaast, naast het station. Maar ja, ik mis het draaien echt heel erg, eigenlijk voor mensen. En, ja. En qua inkomsten is dat ook wel heel erg lastig, moet ik zeggen. Ja. Wat moet er gebeuren? Wat is jullie hoop? Waar kijk je nog een beetje naar uit? Ja, ik zou toch wel pleiten voor wat meer duidelijkheid wat betreft versoepeling. En ook helemaal in de evenementenbranche wat betreft festivals natuurlijk. Want dat is echt killing eigenlijk. Ja. Dus dat daar in ieder geval wel meer duidelijkheid gaat komen. En misschien ook wel versoepeling in bijvoorbeeld de wat kleinere festivals bijvoorbeeld. Dat lijkt me en wel een goede optie. En als de duidelijkheid is van het zal nooit meer, de komende 20 jaar, wordt het niet meer samengepakt op Lowlands of... Dan is dat is natuurlijk heel erg jammer. Maar ja, dan moeten we het daar wel mee doen, denk ik. En ik denk dat de mens wel heel vindingrijk is. En dat we in ieder geval heel creatief zijn om in ieder geval andere dingen te verzinnen. Is de nood hoog bij de mensen die altijd voor jullie werkten en met jullie werkten? Ja. Of begint iedereen toch wel weer te denken van... Ja, nou ja, het is natuurlijk... Je merkt dat gewoon DJ's, het zijn ook veel producers die vooral heel erg bezig zijn met het maken van nieuwe muziek. Ja. Dat is heel mooi, weet je, ze raken geïnspireerd door nieuwe dingen. En ze zijn, ze blijven wel bezig en proberen zo actief mogelijk te zijn. Dus er wordt heel veel muziek gemaakt nu ook. Dus er komt denk ik in het najaar heel veel uit. Ja, en het bij elkaar komen in de clubs. En de... Maar dat is, en wij zijn ook we verbinden heel veel DJ's en muzikanten bij elkaar. En dat is nu een gemis. Dus, en die clubs, ga je dan op 1,5 meter afstand dansen? Of moet je dan een hokje reserveren voor ongeveer waar je mag dansen? Een spatscherm. Ja, ziet er denk ik wel heel grappig uit. Allemaal verschillend. Ja. Maar dat is niet... dat is geen... Gaan we een lichtplan maken voor de spatscherm? Precies. In de clubs. Ja. Zeg, luister eens, we zijn hier om actie te voeren. Hè? Ja. En daar moeten we ook weer snelheid maken. We staan al op 604.126. Iedereen die hier komt, mag namens een aantal directe medewerkers tekenen. Ofra, wat is jouw achterban? Nou, we hadden het er net over van hoeveel ze... Ja, we hebben natuurlijk heel veel DJ's en producers en makers en radiomakers. Dus dat kan wel op een getal komen van... 1500? Ja. 1500? Ja, wat we op jaarbasis, die bij ons actief zijn als maker. Krijg en dus bijdragen aan het station. Dat we doorheen krijgen bij de organisatie. Want het jaagt het aantal. Ja. Het jaagt het aantal. En als jullie zeggen, daar werken wij altijd mee. Ja. Dan zou het... Het is goedgekeurd, hoor ik net in mijn oortje. Ja. Dus jullie mogen allebei je handtekening gaan zetten. Yes, gaan we zeker met doen. Met 1500 op de teller erbij. En daar zijn wij... heel blij mee, voor zover je blij mag zijn in deze tijd. Ja, fantastisch. Mag ik jullie alle sterkte wensen. Ja, hartstikke heel bedankt. Heel veel plezier en clubplezier in de komende tijd. Dank. Dankjewel. Bedankt. Succes. Gaan we zeker. Succes. 1500, jongens. Dat is nog eens een scene waar ik niks van weet. 1500.